Ik heb ooit iemand de gracht hierin zien springen. Dat poep in de douche, ja, dat is een voorwerp. Vandaag mijn oudste, liefste boer en de enige, Dennis van der Plas. 30 jaar oud, eigenaar van de Golden Stork. Een hostel beginnen is best de stap. Waar is het begonnen? Het is begonnen met mijn opleiding Small Business en Retail Management, waar ik veel businessplannen moest schrijven en veel research moest doen naar nieuwe businessmogelijkheden. En een van die plannen was een hostel opstarten. En 4,5, 5 jaar later hebben we een hostel. Worden jullie geïnspireerd door een bepaald persoon? Niet echt specifiek iemand. Mijn idee van het beginnen van een eigen bedrijf was altijd: ik wil iets voor mezelf doen, iets wat ik leuk vind. En qua inspiratie is het meer van de vrijheid die ik erin heb, maar niet een persoon aan zich. Hoe is de naam van het hostel ontstaan? De naam de Golden Stork komt van de ooievaar. De ooievaar die heel erg related is met Den Haag. En wij zochten heel erg naar een naam dat wel herkenbaar was en representatief was voor Den Haag. En dat we ook vanuit het hostel Den Haag op de beste manier konden laten zien. Beste misschien niet het goede woord, maar... Hoe willen jullie verder groeien als de Golden Stork? Zijn er toekomstplannen? Er zijn altijd toekomstplannen. Een aantal dingen wat we heel erg leuk vinden om te doen is de gasten die hier komen, ook niet alleen de ervaring van het hostel zo goed mogelijk te maken, maar ook buiten en Den Haag te ontdekken. Dus dan heb ik het over walking tours, pub crawls, feestjes, activiteiten in het hostel zelf, dat soort dingen. Wat was jullie jeugddroom? Is dat nagestreefd? Mijn jeugddroom, of onze jeugddroom. Voor mij persoonlijk wel. Vroeger wilde ik altijd al echt iets zelf opbouwen en dat begint nu langzaamaan vorm te krijgen. En ik zie wel dat het hostel een soort begin is van iets groters dan alleen maar 40 slaapplekken. Wat ook heel tof is trouwens. Maar... Hoe vinden jullie het toenemende toerisme in Den Haag? Merken jullie daar veel van? Ik zie absoluut wel een groei, ja. En ik juich dat als een hostel-eigenaar alleen maar toe natuurlijk. Niet hoe meer, hoe beter. Alleen, sterker nog, ik zou graag zien dat Den Haag wat meer doet aan het wat lagere segment. De backpackerscultuur in Den Haag. Op dit moment zijn er maar 6 hostels. En ik denk hoe meer er wordt aangeboden, hoe aantrekkelijker het ook wordt voor backpackers om eens naar Den Haag te komen in plaats van Amsterdam. Wat was de raarste klant ooit? Of rare voorwerpen? De raarste. We hebben klanten gehad die bijvoorbeeld zo dronken worden dat we ze uit de douche moesten halen omdat ze daar in slaap zijn gevallen. Ik heb ooit iemand de gracht hierin zien springen. Hoe ga je ermee om? Je laat het een beetje over je heen komen. En als het te ver gaat, dan grijp je in. Maar... Poep in de douche. Poep in de douche, ja, dat is een voorwerp. we hebben ooit een keer een mormonenbijbel in de kamer gevonden. Dat was wel grappig. Maar... Nou, nooit echt gekke voorwerpen als zwaarden of wapens of weet ik veel. Ja. Welk persoon of beroemdheid zou je nog heel graag in het hostel willen zien? Persoon of beroemdheid? Ik zou het tof vinden om een bekende voetballer hier binnen te halen. Want dat... Ja, ik ben een voetbalfan. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.